Het is vandaag zaterdag 15 juni en we zijn te gast bij de bijenhoudersgilde Sint-Ambrosius. En zij vieren vandaag hun 310-jarig jubileum. En we gaan eens kijken welke activiteiten ze georganiseerd hebben. Ik ben al aangemeld. Goedemiddag, wij staan hier naast Sander. En Sander is de overdeken, een soort voorzitter van de Sint-Ambrosius Gilde van Made. Hallo Sander, wel fijn dat we hier mogen zijn. Ja, wat wordt er vanmiddag allemaal georganiseerd en wat zijn de activiteiten? Nou, we hebben dit feest gecombineerd met onze jaarlijkse verschieting. Die vindt hierachter plaats. Dat is voor de gilde leden, de gilde broeders. Dus dat is één, dat is de hoofdactiviteit. Daarnaast hebben we aan die kant wat informatie over het bijenhouden. Tussen de twee rondes van de verschieting in komt een van de gastgildes, Simbavo uit Raamsdonk, een klein optreden geven voor ons. Kan je nog meer vertellen? Wat is de gelegenheid van jullie jubileum? Het 310-jarig bestaan van ons gilde. Het bijenhoudersgilde is in 1714 opgericht. En een aantal jaren later zijn ze ook gevraagd om schutterij te worden. Dat is gebeurd door de toenmalige stad Geertruidenberg. Ter versterking van de troepen daar. Mooi, dankjewel. Verder was ik heel benieuwd. Er zijn veel mannen die meedoen. Maar ik begreep ook dat er vrouwen in het gilde actief zijn. Kan je daar nog wat over vertellen? Wat functies zijn? Zeker. Onze penningmeester, de schatbewaarder, is een vrouw. We hebben behoorlijk wat vrouwelijke leden. Ik zal niet zeggen 50-50, maar er zijn er behoorlijk wat. En dat zijn ook allemaal heel actieve imkers. En wij zijn daar blij mee dat dat tegenwoordig allemaal wel kan. Absoluut, dat kan ik me voorstellen. En je hebt het over bijen. Jullie hoofdactiviteit van de gilde, begrijp ik, is bijenhouderij. Misschien kan je de kijkers daar nog iets over vertellen. Ja, de bijenhouderij. Imkers, zoals de meeste mensen ze zullen noemen. De hoofdactiviteit van ons gilde is dan ook nieuwe imkers op pad helpen. En ook elkaar helpen als er eens een keer een volk overlijdt en je hebt een nieuw volk nodig. Of dingen uitleggen, elkaar eens een keer helpen als er wat gesjouwd moet worden. Dus, Nou, heel informatief. Daarnaast was ik ook benieuwd, zijn er nog andere maatschappelijke activiteiten die jullie als gilde doen? Of blijft het alleen bij de bijenhouderij? Nee, dat is voornamelijk de bijenhouderij. We hebben dan elke 5 jaar met een jubileum schenken we een boom aan de gemeente Drimmelen. Die komt in principe elke keer in een andere kern te staan. Maar we hebben nu alle hoofdkernen hebben we gehad. En helaas lijkt het erop dat het in de subkernen heel lastig is om een plek te vinden om voor langere tijd een boom te kunnen plaatsen. Dan heb ik nog een laatste vraag. Ik ben gefascineerd door de muts die je op hebt. Ik moest het muts noemen. Ik denk de kijkers ook wel. Dus misschien kan je nog wat vertellen wat voor een prachtige hoed je op hebt met geborduursel. Het ziet er prachtig uit. Ja, ik zal hem eens even afnemen. De grote plaat hier die verwijst dus naar het schutterijgedeelte. De korven van de imkers. Dit is een replica. Wij zijn helaas een jaar of 100 geleden door omstandigheden heel veel van het gilde zilver kwijtgeraakt. Het Brabants Museum in Den Bosch heeft het origineel weten te kopen en die zit ook bij hun in de collectie. Leuk, wat een eer om dat te mogen dragen. Ja. Ik ben zeer vereerd dat ik op zo'n oud gilde het voorschrift zelf op mij heb mogen nemen.
Zo, goeiedag. Hier naast me zit Huub Weterings en we hebben afgesproken dat ik Huub mag zeggen. Huub, je bent iets heel bijzonders aan het doen. Kan je daar misschien wat over uitleggen aan de kijkers? Dus in vroegere tijden werden de bijen gehouden in bijenkorven. En die bijenkorven die werden gevlochten van roggenstro en willige tenen. Ja. In die tijd kon eigenlijk iedereen manden maken, vlechten dus met stro. Ja. En, maar deden ze het ook wel met bunt, pijpenstrootje. Want het stro was eigenlijk in die tijd te duur. Werd gebruikt voor dakbedekking, maar ook om de dieren te voeren. En daar is eigenlijk duizenden jaren zo gegaan. Dat dus de Germaanse volken vlochten met roggenstro. En waarom? De Germanen die deden hun koren dorsen met de vlegel, dus die hadden heel strooi. En de Romaanse volken die deden hun koren dorsen met dieren en die konden dus niet vlechten. En dat is het verschil dat ze dus in het zuiden dus korven hadden van willige tenen met mest erover en hier van stro. Ook met een beetje mest. Sander, kan je uitleggen? We staan hier bij de kraampjes. En we staan nu bij een van de kraampjes waar je misschien wat meer over kan uitleggen. Wat het allemaal is. We hebben hier een zogenaamde demonstratiekast. Waarbij we één raampje van de zes die erin zitten omhoog lichten. En daar zit een roostertje tussen waar wel de gewone bijen door op en neer kunnen. Maar de koningin kan daar niet door omdat ze groter is. En de koningin is in deze kast te herkennen aan haar felgroene stip. Dat stipje heeft ze niet van nature, dat doen wij imkers. Er is een roulatieschema van 5 jaar, van verschillende kleuren stippen. Zodat je weet in welk jaar die koningin geboren is. Echt bedankt voor je reactie en ik wens jullie een hele mooie dag toe. Dank u wel en bedankt voor de aandacht.